Caduceliqueur is inmiddels bijna 15 jaar oud. We zijn bijna 15 jaar bezig inmiddels. Op het eiland een begrip geworden inmiddels. Internationaal ook een begrip geworden. Maar ik moet zeggen, onze rum, Rom Rincon, dat is eigenlijk ons internationaal flagship product. Rom Rincon is inmiddels ook in Europa te verkrijgen. Een flink aantal landen is Rom Rincon al verkrijgbaar. En we zijn langzaam maar zeker zijn we met name Rom Rincon als exportproduct aan het neerzetten internationaal. En hoe gaat het tot nu toe? Het gaat goed. Zo goed dat we een hele grote nieuwe ketel hebben aangeschaft om te zorgen dat we de productie aankunnen voor de komende jaren. We waren natuurlijk altijd heel kleinschalig, dat past ook bij Bonaire. Maar inmiddels hebben we de Sinlandia bioscoop in gebruik genomen als distillerij. Er staat een hele grote nieuwe installatie. En daarmee kunnen we de toekomst tegemoet. Over de toekomst tegemoet gesproken. We zijn ook altijd op zoek naar goede, leuke, nieuwe collega's. Als er mensen zijn die het leuk lijkt om te werken bij Caduceli, nodig je ze van harte uit om even langs te komen of een mail te sturen of even te bellen. We zijn altijd op zoek naar leuke mensen, goede mensen die ons team willen versterken. Want we zijn aan het groeien. Zowel hier op het eiland als internationaal zijn we best aan het groeien. En dan heb je altijd goede versterking nodig. Hè? En ja, deze versterking, laten we toch, moeten ze bij u langskomen of hoe moeten ze dat doen? Ze kunnen gewoon naar de Caduceli Distillery komen of naar een e-mail sturen naar info@caduceli.com. Dan Caduceli wel zo geschreven als het drankje en niet zoals de cactus. Dus met een C aan het begin en een Griekse ei aan het eind. Maar ze kunnen ook gewoon even langskomen, even kijken, even kennis maken. Even vragen naar iemand van het management. Als ik er zelf ben, dan zal ik zelf altijd even kennis komen maken. En dan maken we een afspraak en dan gaan we verder praten en kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja, altijd. Ja, het is belangrijk om te blijven groeien met je team en dat geldt ook voor ons bedrijf. We zijn gewoon lekker aan de weg aan timmeren. Dus goede mensen hebben we altijd nodig.